We kijken naar de Franse Encyclopédie Pratique de Médecine et d'Hygiène uit 1922. Een driedelig standaardwerk met allerlei wetenswaardigheden over de mens. Zo zien we hier een mevrouw die geheel uitvouwbaar is op alle niveaus. We zien bijvoorbeeld hoe als zij uitgeklapt wordt, we het spierstelsel kunnen zien aan de voor- en de achterzijde, alle ribben kunnen zien en het hele vaatstelsel kunnen zien. Ook de interne organen zijn uitgebreid aanwezig. Die zijn ook uitklapbaar, zoals hier enkele interne organen uitklapbaar zijn in het darmgebied. En we zien de vascularisatie van de darm, de eierstokken, de uterus, oftewel de baarmoeder. En daarvoor de baarmoeder, als er een kindje in zit. Daar is overal over nagedacht in de encyclopédie Pratique de Médecine et de Hygiène. Nu zullen we de mevrouw langzaam weer terug inpakken in haar oorspronkelijke verpakking in het begin van deze mooie encyclopédie. Beentjes omhoog en boekdicht. Dat was hoe ze vroeger naar de mens keken.